Ja, het is soms een beetje koud, maar ja, als je dan zo de zon boven Schiphol op ziet komen, ja, dan heb je het mooiste uitzicht van Nederland. Goedemorgen allemaal. De buitentemperatuur staat op min 4. Het eerste toestel dat we verwachten, dat is KLM naar Parijs. Mannen, succes. Ik ben de-icing operator bij KLM de-icing. Wanneer het koud is en er hoge luchtvochtigheid is, dan kan er dus ijs ontstaan op vleugels en op de romp en op de staart. En om een vliegtuig goed te kunnen laten vliegen, moet dat eraf. We zitten nu ongeveer op 13 meter hoogte. En we gaan nu even kijken of het voertuig volledig reageert zoals wij dat verwachten. De controle is heel belangrijk omdat wij bij een vliegtuig staan wat vlak voor vertrek is. Dat staat met draaiende motoren op ons te wachten. Dus wij kunnen niet de situatie gebruiken dat wij stilvallen voor het vliegtuig. Want dan heeft het vliegtuig vertraging. Onderin, het volgende kistje is 747. Links achter, rechts achter. Let op voor de aanrijposities voor dit type toestel. Succes. We spuiten met water en glycol en mengsel. Dat wordt aangepast naar waarmate de buitentemperatuur verandert. Zodat we zo min mogelijk glycol verbruiken. Wat we daadwerkelijk op de grond spuiten, wordt daarna ook nog opgezogen. Zodat het niet in het milieu komt. Het ijs smelt of wordt eraf geblazen. Nou, als we klaar zijn, dan controleren we elkaar. Dan rijden we naar achteren en gaan we een veilige plek staan. En dan kan het vliegtuig zijn reis gaan vervolgen. We hebben hier een ijstower. Dat is een soort coördinatiecentrum. Daar worden alle handelingen die bij de ijsing worden gedaan, worden vanaf daar gecoördineerd. Daar zit ook de Iceman. En die heeft dus contact met ons, maar ook met de cockpit. Heren, volgende toestel komt er nu aan. En jullie mogen oprijden naar de beginpositie. Begrepen, Björn, dan gaan we oprijden. Iedereen heeft zijn eigen hoek van het vliegtuig. Zorg dat dat schoon is. We controleren ook elkaar, zodat we geen foutjes maken, dat we geen dingen missen. Een de-icing behandeling duurt tussen de 5 en 20 minuten ongeveer. Het ligt echt aan hoe groot het vliegtuig is en vooral hoeveel aanslag er op het vliegtuig zit. Ik heb een normale baan in de IT. Daar zit je heel veel op kantoor. Ik wist dat KLM vrijwilligers zocht voor de-icing. Ik heb me aangemeld omdat ik het heel erg leuk vind om dichter bij de operatie te zijn. Dichterbij dan dit kom je niet. Je zit letterlijk op 1 meter afstand van een vliegtuig met draaiende motoren. Tijdens de training ga je voor het eerst in zo'n wagen naar boven toe. En dan kom je dus op 13 meter hoogte. Het is best wel hoog de eerste keer. Je schrikt er best wel van. Ja, dat geeft gewoon wel een kick. Dat is echt heel leuk om te doen uiteindelijk. Uiteindelijk went het. En dat is een van de mooiste uitzichten die je hebt op Schiphol. Deze winter was al erg leuk met de temperaturen tot onder de min 10, met veel sneeuw. Ja, dan genieten wij extra bij de-icing. Ja, dan ben je wel even bezig, geconcentreerd bezig. Je bent ook echt gesloopt na een dag met goed winterweer. Maar het geeft heel veel voldoening als je dan die vliegtuigen veilig de lucht in ziet gaan. Kijk, daar gaat hij. Het blijft toch mooi, hè? Ik vind het machtig mooi om te zien hoe dat ding door de mist opstijgt. Nou, het geeft een goed gevoel dat we eraan bij hebben gedragen dat hij veilig naar zijn eindbestemming gaat.